Olivia, heb je zin in de vakantie? Nee, ik ga naar Peppa Pig. Ja, we gaan nu naar Peppa Pig toe. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is zaterdagochtend en ik ben in Bussum bij Suus en Louis. Gezellig blijven slapen en we gaan ontbijten. Oké. Puffy pancakes. Dit ziet er zo lekker uit. Ik moet even zoomen. Oh mijn god. Mensen gaan echt honger krijgen hiervan. Zin. Het ruikt ook zo lekker dit. Kijk hoe die gaat. Oh, check dit. Ja, dit is echt. Maar hoe kan dit zo lekker ruiken? Het ruikt lekkerder dan normale pannenkoeken. Ja. Het zijn allemaal trucs. Hier zit bijvoorbeeld een beetje. Zo even geheime la. Where's your secret stash? Check. Ah, ja, het ruikt zo lekker. Nou, en de kiddies zijn al aan het eten. Hi girls. Hallo. Is het lekker? Hoe lekker is het? Super lekker. Is het lekker, Olly? Nee, 100.000 miljoen. 80 lekker, 100.000 miljoen, 80 lekker. Daar hoor ik heel graag. Olly, en jij, vind je het lekker? Ik vind het lekker. Moet ik daar zitten? Ja. Oké. Hoe vaak ik aan mijn haar zit in de vlog. En good morning. Good morning. Mag ik ook? Ja, tuurlijk mag je ook. Hallo, goedemorgen. Dit is Coco. Dit is Olivia. En dit is Cato. Dan weten jullie dat voor voortaan. En we gaan met z'n allen op vakantie naar Ibiza volgende week. En hoeveel zin hebben we daarin? Superveel. Olivia, heb je zin in de vakantie? Nee, ik ga naar Peppa Pig. En we gaan nu naar Peppa Pig toe. En volgende week gaan we lekker naar Ibiza. Nou ja, jullie gaan zaterdag, Coco. Maar Olivia en ik vliegen op woensdag. Een paar dagjes. De eerste dagjes even woensdag. Zonder elkaar. En dan barst echt het grote feest los op woensdag. In 600 meters. Leuk hè? Ik heb er echt super veel zin. Gaan we dan ook een feest vieren? Ja, we gaan een welkomstfeest doen. Maar weet je wat we ook gaan doen? Nou? Je weet zeker in de avond even naar een restaurantje toe. En als iemand daar jarig is, dan gaan we super veel feest vieren. Want dan zijn we in die beat en dan gaan we yeah. Dan gaan wij samen dansen, hè? Ja. En dansen. Ja, op tafels dansen. Ja, en ijs zeker. Ijs sowieso. Ik heb er heel veel zin in. Ik weet nu al, ja, jullie gaan natuurlijk 2 weken en wij gaan 10 dagen. En ik weet nu al dat het gewoon te kort gaat zijn. Dat die 10 dagen gewoon echt. Ja, de ploeps over. Ook omdat we er zeg maar al zo lang zin in hebben, dan is het zeg maar 10 dagen, ja. Ik had het vorig jaar ook met Mo, want Mo ging dus 15 dagen mee. Nou, letterlijk, dat 2 keer knippen en ze gingen weer naar huis. Letterlijk, en dat was 15 dagen. Maar het goede nieuws is dat het natuurlijk pas het begin van de zomervakantie is. Dus we hebben nog heel veel kunnen nog meer gekke dingen doen. Ja, dat is dit is pas het begin. Ja, dat is true. Het is, zeg maar, het is eigenlijk niet eens de officiële zomervakantie. Zeker niet. Ik moet haar even afmelden op de crash nog trouwens. Ah. Die dagen. Heb jij al gedaan, hè? En we moeten even voor Ibiza wel even een lijstje maken en allemaal boekingen maken. Want volgens mij is het echt super druk daar. Ja, zullen we daar even samen aan gaan zitten op de laptop? Ik denk dat we serieus al te laat zijn. Want ik denk het ook, maar als we nou even, nee, donderdag is te laat. Misschien kunnen we dat maandag even doen. Ja. Want anders gaan we het niet doen. Want we zeggen het nu al heel lang tegen elkaar. Denken. Goed zo, Coco. Olly, Cato, jullie moeten ook springen. Olly, wie is dat? Olly, wie is dat? Olivia, wil je een knuffel geven? Hallo. Oké, zijn jullie er klaar voor? Ja! Goed zo, Coco! Kijk hoe leuk Coco is. Springen! Olly, springen!
Ik ben thuis en ik ga naar een baby shower en ons buurmeisje Puk gaat gezellig op Olly passen. Olly, dat is gezellig. Ik ben bij Stam Zuid aangekomen. Ik ben gezellig met de idee ook. En mijn grote en we zijn aan het wachten op Rebecca. We gaan haar verrassen voor haar baby shower. Rebecca komt er elk moment aan, maar we zijn eventjes Lua gaan filmen. Gaat lachen, Nanoor. Nee, dus Lua is echt... Lua's hartje slaapt al. Je kan wel. I love you, Lua. I love you. Je kan wel even lachen. Maar nu niet, maar nu niet. Sowieso! Hallo! Nou, ze is gearriveerd. Rebecca. Duurdep, maar ze is er. Oh my god. Oh, wat lief. Ik ben weer terug van de baby shower en Olivia slaapt. En ik ga denk ik lekker mijn pyjama ook gaan doen. Het is 10:30. En ik denk lekker even Netflix kijken. Ik heb niet echt een nieuwe serie of zo. Dat vind ik wel jammer. Dat je zeg maar echt dat je ergens lekker op kan verheugen. Maar goed, als jullie nog iets leuks weten. Ik heb bijna alles gezien volgens mij. Louis heeft me net wat documentaires gestuurd. Die ga ik denk even downloaden en checken. Ja, en morgen heb ik voor het eerst in lange tijd niks te doen. Ik heb geen afspraken. Het is morgen zondag. Dus ik denk dat ik gewoon even een dagje met Olivia ga inplannen. Zeg maar inplannen, gewoon even een rustig dagje ga doen met Olivia. En chill aan ga doen. Ja, ik ga lekker muziekje luisteren, serietje kijken en proberen te slapen. En ik zie jullie morgenochtend. Ik ben naar buiten gegaan, zondag. Kijk eens, wat leuk! Oh wauw, liever! Hey guys, het is dus zondag en ik ben met Kay en Olly en Lua aan het wandelen. We gaan richting de stad wandelen. Kay is even Lua aan het voeden, want Lua had een beetje honger. En we gaan even foto's maken en misschien een koffietje drinken. Hey guys, dus even later. Ik heb echt mijn mascara door mijn hele ogen uitgevreven. Ik heb net... FaceTimed heel lang en ik neem elke dag mijn vorm vroeg naar bed te gaan en het is elke avond zo laat. En dan FaceTime ik weer. Gisteren had ik met Mo echt super lang gefacetimed. Nu met Suus heel lang gefacetimed en het is elke keer dan zo gezellig. Dan blijven we allemaal praten en dan, nou ja, dan is het weer mega laat. Morgen is een hele leuke dag, want we gaan foto's maken met Jalo. Voor de Superga collectie. Yay! Ik zal ze morgen weer laten zien. 15 juli start de pre-order. Voor degene die gedm'd hadden en berichtjes erover gestuurd hadden. Dus het is weer exciting. En de vlog is vandaag online gekomen. Ik zag echt super veel comments. Van mensen die zeiden dat ik veranderd was. Afgelopen weken dat ze dat vonden. Ja, kijk. Wat zal ik erover zeggen? Geen één mens blijft hetzelfde. En jullie volgen mij natuurlijk letterlijk gewoon. Ik kan ook niet serieus praten. Ik ben helemaal niet veranderd. Ik heb altijd met uitgelopen mascara op mijn vlogs rondgelopen. Just back to being the old me. Maar nee, serieus. Ja. Ik ben niet dezelfde persoon als ik was toen ik startte met vloggen. Want ten eerste was ik toen nog niet eens moeder. En daarnaast. Ja, het is... Maar als je moeder wordt, veranderen natuurlijk gewoon best wel veel dingen. Je verandert natuurlijk heel erg. Want het is nogal een life-changing act. Ja, I don't know. Ik heb er zelf niet zo last van. Ik heb niet echt het idee dat ik heel erg veranderd ben. Behalve dan dat ik er echt niet uitzie. Jesus Christ. Maar goed, who cares. Ik heb zoveel met Olivia gespeeld vandaag. Het is echt een slachtveld hier. En ik had zo mooi opgeruimd het hele huis. Echt, kinderen... Kinderen hinderen. Ja, ik ga opruimen. En dan ga ik mijn make-up afhalen, slapen. En ik heb heel veel zin in morgen. Want morgen is het maandag. En maandag is mijn favoriete dag van de week.
Dan mag ik weer werken. Ik vind het echt zo leuk als het maandag is. Ik heb het zoveel zin in maandag. Maar ik moet zeggen, vandaag was wel echt zo'n leuke dag. Ik heb dus niet heel veel gevlogd, want we waren helemaal in de moment. En ik was met Kay en Lua en Ollie de stad in. En dat doe ik eigenlijk nooit. Ik ga eigenlijk altijd naar de dierentuin of naar het park met Olivia. Nooit echt helemaal de stad in op de een of andere manier. Vandaag ging ik gewoon echt lunchen. En ik geef Olivia dus nooit appelsap en dat soort dingen. Vandaag mocht ze dan een appelsapje tijdens de lunch. En het was gewoon heel erg leuk. En Olivia gaat heel leuk met Lua om. En we hebben heel veel gewandeld. En het was gewoon een hele leuke dag. Maar goed, ik ga stoppen met praten. Morgen ga ik nog vloggen. Heel erg bedankt voor het kijken. Nee, want ik ga mijn vlog niet afsluiten. Ik ben echt highly confused. Ja, ik zie jullie morgenochtend. Goedemorgen. 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 Oh, ga niet doen. Olivia, wil je koffie voor me maken? Ja. Ik wil koffie en ik wil een toast met avocado. Ja. Wil je dat voor mij maken? Ja. Oké, top. Good morning. Ik ben moe vandaag. Dat is echt niet normaal. Ik ben de laatste. Het is 8:30. En ik werd om, wat was het? 7:00 wakker? Ja, 7:00. Toen ben ik verder gaan slapen. En Olly pikte het niet langer. Dus toen ben ik eruit gegaan. Ik ga mezelf echt volledig onder de koffie gooien nu. En hopen dat het wat beter gaat. Zo moe. Ik heb echt zin om letterlijk een week te slapen. Of twee. Of drie. Of vier. Oké, guys. Het is me weer gelukt om mezelf aan te kleden. En op te maken. En ik ga nu, ik heb even gewerkt. Ik ga nu gezellig lunchen met Anke van Glamour. Ik heb heel veel zin in. Die heb ik al een tijdje niet gezien. Dus dat is leuk. We gaan bij George Marina lunchen. Het is echt, ik heb dus een witte outfit aan en ik heb niks gedaan, behalve achter mijn computer gezeten. En het is gewoon, ik heb deze broek aan en deze top. Deze top is van Stretch en deze van ASOS. Het is gewoon alweer smerig dat je echt denkt, hoe krijg je het voor elkaar? Ja, dus dat is kut. En ik heb mijn haarstijl, omdat het sneller is. En best wel veel mensen zeiden dat het leuk stond, dus ik dacht, I'll just do it. En voel me minder moe, want ik heb veel koffie op. En ja, het is mooi weer buiten. Wacht even hoor. Ik ben weer thuis en ik ben gezellig met Suusje aan het facetimen. En Suusje heeft een hele exciting dag gehad, want het beeld van Joseph is vandaag op het Museumplein gekomen. En morgen is de inhuldiging en daar gaan we natuurlijk naartoe, hè? Zeker. Ik ben nog even bezig met alle RSVP's, maar het wordt echt vet. Ja, ik ga het ook filmen, maar dat komt in de volgende vlog pas. Ja. Sander is weer terug uit Amerika. Hoe was je vlucht? Ja, het was lang, 10:00. Maar ik had wel zin om naar huis te gaan. Het was wel echt genoeg. Heb je geslapen? Een beetje. Ik kan net zo heel goed slapen. En was Olly blij om je te zien? Ja, knuffelde. Oké, guys, ik ben weer thuis. Ik was vanochtend heel eventjes naar het Museumplein gegaan om foto's te maken bij het beeld van Joseph. Dat staat nu op het Museumplein, echt super leuk. Die inhuldiging is vanmiddag, maar die film ik even voor de nieuwe vlog. En ik ga deze vlog ook afsluiten, want het is dinsdag. En ik ben echt elke keer super laat, maar de vlog komt natuurlijk al morgen online. Ik hoop dat het een beetje leuk was. Ik heb geen idee waarom ik allemaal gevlogd heb. Maar ik ga snel een nieuwe vlog beginnen. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie zondag weer.